Hou je op, Thor. Oh, ja, er is een aan tegen de bomen plassen en wij voelden het. Omdat de wind hierheen staat. Hoi, Noelle hier, jullie videoranger en dierenverzorger. Philip. Dierenverzorger Philip hier. Wij staan, zoals jullie misschien al zien, voor de Land Rover. Want het is tijd om naar de leeuwen te gaan. Wat is er gevaarlijker? Als een tijger ontsnapt of als een leeuw ontsnapt hier in Burgerzoo? Ja, daar weet ik het antwoord wel aardig op. Maar ja? Het is natuurlijk heel erg situatiegebonden. Ja. Maar dan gaan we eerst even naar de leeuwen toe en dan kijken we wel daar. Precies, we gaan eerst even wat dichterbij komen. Op naar de leeuwen. Maar Philip, ja. We rijden net door twee hekken heen die je allebei opnieuw open en op slot deed. Ja, klopt ja. Dat is een extra veiligheidsmaatregel. Mm-hmm. Dieren die zitten natuurlijk zitten een heel groot hek om het verblijf heen. Ja. Maar er kan altijd iets mee gebeuren. Dus, met die hekken? Ja, je zit hier midden in een bos. Ja. Dus vooral als de laatste periodes dat er dan best wel vaak stormen zijn, mm-hmm. kan er natuurlijk iets naar beneden komen. En je kan het natuurlijk niet helemaal indekken. Nee. Dus er kan een boom omvallen. Dus we hebben hier eigenlijk een systeem dat we overal dubbele hekken voor hebben. Daar zijn ze. Oké, okay, maar door de storm afgelopen weken, hebben jullie alles nu wel gecheckt? Ja, ja. Altijd als het stormt, dan doen we even een check langs alle hekken toe. Oké. Okay. Jullie zien hoe dichtbij Philip en ik nu staan. Dus er zit nog maar één hek tussen. De vraag was natuurlijk, wat is gevaarlijker als een tijger of als een leeuw ontsnapt hier in de dierentuin? Laten we het eerst over de leeuw hebben. Nou, wat valt je op aan leeuwen als je ze zo bekijkt vergeleken met tijgers? Ga dichterbij. Wat valt mij op? Ze zijn groter dan tijgers. Ja. Stel dat er hier dus een boom omvalt en een hek gaat kapot of er zit een gat in het hek. En eentje komt er toevallig achter en is nieuwsgierig en die gaat daar een beetje ontdekken. Ja. Wat denk je dat hij op een gegeven moment gaat doen? Ik denk dat hij zijn vrienden erbij gaat halen. Ja, van jongens, help me even. Inderdaad, hij gaat erheen om, of zij gaat erheen om te kijken van waar blijft de rest. Mm-hmm. Maar wat je dus hoogstwaarschijnlijk krijgt, omdat het een groep dier is, van ik ben in mijn eentje in één keer. Ja. Van waar zijn de anderen? Dus ze willen altijd terug naar de groep. Naar de groep. Dus voordat ze zeg maar iets zullen pakken of op ontdekkingstocht zullen gaan, ze halen eerst de groep samen erbij. Zijn, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk al één puntje wat een leeuw minder gevaarlijk maakt dan een tijger. Oké. Okay. Dus tijgers die zijn solitair, dus als die uit zijn, dan kunnen ze op een eentje al goed op pad gaan. Terwijl een leeuw altijd weer zijn troep opzoekt. Ja, precies. Oké. Okay. En hier dan heb je alleen dat gras ertussen en een paar draadjes. Ik vind het echt een beetje eng. En je bent vaker bij de panters en tijgers geweest, ja, hè? Ik weet het. Ik ben er heel vaak geweest. Maar Wat vind jij qua gedrag het verschil? Want wat zou er nu gebeuren als je bij panters of tijgers bent en je staat zo bij een hek? Of je loopt weg of wat dan ook. Dan zijn ze gelijk... Ja, precies. Die springen gelijk in het gras en doen. Ja. En die laat je helemaal schrikken. Ja, wat doet deze leeuw nou? Dat is net een schoothond. Ja, die kijkt een beetje naar zijn dames en die kijkt een beetje rond. Is heel rustig. Ja. Dus het gedrag is al heel anders. Een tijger of een panter, die zullen heel snel dan in één keer denken van nu kan ik die pakken en die pak ik. Maar dit is dus veel kalmer. Ik ben nu al niet meer bang. Hou je op, Thor. Oh. Ja, er is een aan tegen de bomen plassen en wij voelden het. Omdat de wind hierheen staat. Je hebt stormdraden aan alle kanten van het hek altijd. Mm-hmm. Maar je hebt dus altijd een soort afstand tussen het dier en het hek zelf. Dat scheelt dan dat ze niet zo snel iets bij jou kunnen doen als je vlak bij het hek staat. Mm-hmm. Maar dat ze ook niet zo snel iets met het hek zullen doen. En dat is dus ook nog een verschil tussen tijgers en leeuwen. Oh. Tijgers zullen heel snel met hekken en zo, als ze erbij kunnen, mee gaan klieren en zo. Omdat ze dan doorhebben van dit kan kapot? Ja, vanaf gaan we een beetje opkouwen of kapot trekken en doen. Terwijl leeuwen, ik heb nog nooit meegemaakt dat er eentje met intentie aan een hek zit te trekken. Maar betekent dit dat eigenlijk tijgers veel slimmer zijn dan leeuwen? Anders. Oh. Dit zijn groepsjagers en tijgers zijn solitaire jagers. En ze reageren, tijgers zijn dus echt opportunisten, die pakken hun kansen doen. Ja. En leeuwen die... kunnen samen jagen, dus hun kans als ze gaan jagen is groter om iets te hebben. Ja, dus het is en gewoon anders. En meer zekerheid, dus het is anders. Ja. Ik zou nooit zeggen slimmer. Nu weten jullie dus, leeuwen zijn minder gevaarlijk als ontsnappen dan tijgers.
Maar nu is het niet zo dat je het per se overleeft als een leeuw. Nee, want het is een roofdier, een groot roofdier. Want als ze ernaast staan, ja, dat is toch indrukwekkend altijd. Ja. En stel dat ze allemaal eruit komen. Mm-hmm. Ja, als groep dus. Als groep, ja, dan gaan ze als groep jagen. Sluiten ze je dan bij wijze van spreken in als prooi zijnde? Samenwerkend. Dus ze kunnen er één van opzij gaan, een ander van de andere kant. Ja. Of allemaal tegelijk naar je toe. Ja, het blijven roofdieren. Ja, het blijven roofdieren. Dus, dus minder gevaarlijk betekent niet gevaarlijk. Precies, laten we dat even voorop stellen. Ja. Maar dit is wel het antwoord. Antwoord, denk ik, wat we nu hebben. Dat een leeuw minder gevaarlijk is als het zou ontsnappen dan een tijger. En dat komt dus door eigenlijk de grootste reden dat hij alleen aan zou vallen in groepsverband. En een tijger zou dat alleen doen, dus sneller. Ik zou zeggen, Filip, succes met afsluiten weer. Bedankt voor je mooie leeuwenkennis. Graag gedaan. En heb jij nou nog vragen over leeuwen of misschien tijgers? Laat ze hieronder dan achter in de comments. Wij hopen dat je dit een leuke video vond. Doe een dikke duim omhoog en tot volgende week. Hoi hoi! Doei.